Nou, het is 9:15 morgens en ik heb de eerste 10 kilometer erop zitten. Het zijn nu nog precies 40 naar Santiago. En het regent gelukkig niet. Het is wel aardig weer. Ik ben wel snip verkouden, jammer genoeg. Toch gisteren een koudje opgelopen of zo. Ik was aan het bezweten en met natte kleren doorgefietst. Maar we maken het uit. Weer lekker verder. Ik ben er bijna. Nog 20 kilometer te gaan. Nog 2 kilometer en daar ben ik, hè. Daar zie je hem. Wauw. Hier komt blijkbaar iedereen aan of zo. Dit is dan het plek. Denk ik. En daar heb je Annette en Alexa. Hey! Yes! Dan! Yeah, man! You did it! Wow! Super! Wow! Echt top van je! Diepe buiging! Diepe buiging! Helemaal leuk! Chapeau! Ja, eindelijk! Hè? Ja! Zo! Ik ben blij dat ik er ben. Even. Ja, kan me voorstellen. Oh. Dat is mooi. Ja. Ik stond net daarachter en ik dacht, nou, is dit alles? Dacht ik nog. Dus ik had daar nooit geen plaatje op zonder gekregen. Ja, maar toen stond daar ik dus. Ja, daar stond verkeerd blijkbaar. Ja. Wow, ja. Super, echt chapeau. Mooi, hè? Ja. Ja. Mag trots op jezelf zijn. Nou, overwinning op jezelf. Yeah. Hey. Eindelijk. Daar staat hij dan, op het plein. Na 8 weken. Ik ben aangekomen hoor en ze zijn allemaal. Hey! 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 Ja, dat ja. Superleuk, dus iedereen die dan onderweg tegenkomt is er weer bij. En superleuk. Helemaal blij gewoon. Yeah! Hey! Top op de camping aangekomen. Hele diepe plaatsen zijn het. Ja. Dus, maar ik heb gelukkig is het een beetje leeg, want hier moet ik kijken, dan gaan ze snel naar beneden, hierna. En daar is het toiletgebouw erachter. Dus daar zo. En dan even gaan we mijn tent opzetten, het regent alweer. En ja. Nou, ik heb even mijn stempelboekje verder goed ingevuld. Ik heb nu een code en ik kan ik moet even een half uurtje wachten of zo en dan even betalen. En dan krijg je zo'n kokertje met zo'n biertje erin. Leuk. Jezus. Jawel. Een heel groot hart. Ik heb het. Jee.
Zo, even een bakje koffie gedaan met David en Carrie. Corrie, sorry. Dat is even leuk weer. Jesus. Jesus. Misschien hier wel. Nou, ik ben weer terug aangeweerd op de camping. De oorkonde is er en ik ben weer gezellig even bij David en Corrie. En ik zei in één keer goed had ik het, Corrie. Ja, ik ben naar de kapper. En, ik ben naar de kapper geweest. Ja, zo ja, de sexy look. Yeah. Dus, ik ben, ik heb besloten dat ik hier nu, want ja, ik dacht, ja, dan ben je er. En dan? En dan? Ja, de zilverroute. Dat gaat richting Sevilla. Ik kan nog steeds gebruik maken van mijn pelgrimspas. Om dan goedkoop te slapen in een eventueel hosteltje of zo. En een beetje dat warmere weer opzoeken. Want het is hier nou 15 graden. Het is helemaal bagger. En waar gaan jullie doen? We gaan terug naar huis. Maar via het Cantabrica gebergte. Ze gaan via het Cantabrica gebergte. Mensen, kijk. Dat is pittige werk, is dat. Kijk, dat is de noordelijke variant. De noordelijke variant. Of ik dat kan zien. Kijk. De noordelijke variant door Noord-Spanje richting Frankrijk. Ja, nou en ik ga de zuidelijke variant doen, zullen we maar zeggen. La Plata. Genaamd zilverroute. Rio La Plata. Doei doei, einde van de Camino deel 1. Morgen Camino deel 2.